VHP-parlementariër Dewnan Sharman ziet graag een behoeftepeiling voor vuurwapens onder de samenleving. Ook vindt hij dat de discussie over het al dan niet dragen of in het bezit hebben van een vuurwapen door burgers er de emotionele sfeer gehaald moet worden. Sharman ziet liever dat de kwestie nuchter en zakelijk wordt bekeken. In het parlement ligt namelijk onder de hamer de ontwerpwet tot herziening van de vuurwapenwet. Volgens Sharman moeten zowel de positieve als negatieve kanten over het al dan niet beschikken over een vuurwapen goed worden bekeken. Want, zegt hij, als de overheid daarop goed beleid wil maken, moeten er cijfers beschikbaar zijn. Misschien een goed behoefteanalyse komt van die samenleving van wat is die behoefte in de samenleving aan het hebben van een wapen. Omdat daarmee niet alleen inzicht gekregen wordt in de materie over hoe de behoefte is samengesteld, maar ook nog hoe omvangrijk die behoefte is. Want zolang de behoefte groter zal zijn dan het aantal vergunningen dat verstrekt wordt, dus er een discrepantie zal bestaan, is er ruimte voor illegaliteit. En het is precies wat wij willen ontmoedigen, dat wapens illegaal in de omloop komen. Ik denk dat het ook belangrijk is inderdaad om die centrale registratie goed ter hand te nemen, zodat wij als overheid weten wie wapens heeft, waar de wapens liggen en misschien ook waarvoor het bestemd zijn. Want die hele discussie over wie landbouwer is en wie moet surviven in het binnenland, dat moet nader bekeken worden. Want je kan inderdaad 10 jaar geleden landbouwer zijn geweest en nu heb je niet eens 1 vierkante meter landbouwgrond, maar je vraagt het wel aan als landbouwer. Maar hetzelfde geldt ook voor de binnenlandbewoners, die moeten surviven. Als je 3/4 van het jaar als binnenlandbewoner in Paramaribo woont, dan is de behoefte aan een wapen misschien minder. Wat ik meen te zeggen, voorzitter, is objectieve analyse naar de behoefte van het hebben van een wapen, dat moet met een gedegen onderzoek gekwalificeerd en gekwantificeerd worden, zodat we weten waarover we praten. De wijziging van de vuurwapenwet heeft niet alleen tot doel verhoging van de tarieven voor de aanvraag en verlenging van een vuurwapenvergunning, maar ook om te zorgen voor meer inkomsten voor de staat. Verder dient de wetswijziging om vuurwapenbezit te ontmoedigen. De verhoging houdt onder meer in dat bij de aanvraag van een vuurwapenvergunning 2400 SRD neergeteld moet worden en voor een jachtgeweer 200 SRD. De hoogte van de bedragen heeft voor wat ophef in de gemeenschap en de Nationale Assemblée gezorgd. Vooral ABO-parlementariër Edward Belfort stoorde zich aan de verhogingen. NDP-fractieleider André Misikaba vindt wel dat de tarieven aangepast moeten worden, omdat de overheid die inkomsten goed kan gebruiken. Verder geeft hij aan dat diegenen die een vuurwapenvergunning aanvragen, het voorgestelde bedrag wel kunnen missen. Ik dank lid Gagarampadé dat hij vorige week de twee staatsbesluiten met ons heeft gedeeld, waardoor we hebben gezien dat en de regering Venetiaan en de regering Weidenbos toen ook de verhogingen hebben doorgevoerd en een van de regering dacht Venetiaan niet met 2000% zoals nu, maar met 4000% in één keer, voorzitter. Dus we staan achter die verhoging ook als een van de doelen. Inkomstenverhoging voor de staat. Voorzitter, de meeste mensen die een vuurwapen aanvragen, en wil me niet zeggen allemaal, de meeste kunnen de bedragen wel betalen. En we vragen ze om ook hun bijdrage te leveren, nu we in zo'n precaire situatie zijn, voorzitter. Iedereen levert in en we vragen dat ook wordt ingeleverd. Als we vinden dat het bedrag van 2000 voor 5 jaren te hoog is, dan verzetten we kunnen schenken naar 400. We kunnen eindig naar 18 barkie, naar 17 barkie, maar we gaan terug naar 400. Dus voorzitter, laten we kijken, wij staan wel achter de verhoging. Laten we kijken op welke hoogte we het gaan houden. De aspecten van criminaliteit en zo, die nemen we mee, voorzitter. Er zijn discussies gevoerd, we luisteren naar de antwoorden van de regering. NDP-fractieleider André Misikaba. Hij sprak gisteren in het parlement bij de behandeling van de ontwerpwetwijziging vuurwapenwet. De wet werd voor het laatst gewijzigd in 2011. De behandeling van het wetsontwerp wordt morgen voortgezet.